Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Ik heb vandaag ook twee zeer interessante gasten in het eerste deel en in het tweede deel ook interessante gasten. Maar dat weet u intussen van In Gesprek Met. Dat wanneer we met de mensen praten, het heel luchtig, maar bovenal interessant is. Mijn gasten voor dit eerste blok, Heliante Redan. Zij is een go-getter en een drijvende motor achter de SS Music Art Foundation. En we hebben daar Sunzwilla Bree. Sunzwilla, hè? Hele mooie naam overigens. Maybe she comes from Africa. Do you come from Africa? Misschien. Allemaal. Zij is deelneemster aan... The best of the best audition show. Zij is een van de deelneemsters. Yes. En oké, dus daarover gaan we onder andere praten. The best of the best audition show die op 24 november in onze Sweeties Ranang Kondre gehouden zal worden. Maar het gaat goed met de foundation? Het gaat zeer goed. En we zijn bezig om samenwerkingen aan te gaan. Mm. Dus ook voor dit project hebben wij een samenwerking met toneelgenootschap Talia. Zo. Daarom wordt de show ook in Talia gehouden. Leuk. En we hebben ook samenwerkingen in de zin van goede sponsoren. Mm. We hebben Telesuur, die voor deze show onze platinum sponsor is. Wauw, mooi. Dat wil zeggen, het bedrijfsleven, Talia, ze beginnen het te begrijpen. Hè? Dat het gaat echt om een Surinaams ding, dus geef ondersteuning. Ik denk dat ze het altijd al begrepen, maar de tijd moet rijp zijn om bepaalde dingen te doen. Ik ben heel blij met beide partners, zeker met Talia, omdat wij de zaal kunnen gebruiken, omdat wij gebruik kunnen maken van de expertise van het nieuwe bestuur dat er nu zit. Dus we gaan gewoon een spetterende show hebben, 24. Ja, geweldig. Laat mij u meteen aangeven dat in het tweede deel ik een gesprek zal hebben met de nieuwe voorzitter, hè? Tenminste twee bestuursleden van het toneelgenootschap Talia. Sunzwilla, jij bent de winnares, hè? Jawel, Voice of Gospel Suriname. Oké, maar stel je even voor, wie is Sunzwilla Bree? Ik ben een schattige drieling van mijn moeder. Schattig? Jawel, ben je schattig. De schattigste? Ik denk het. Nee. Drie meisjes? Nee, twee jongens en een meisje. Oh nee, inderdaad. Dan ben je inderdaad de schattigste. Okay. Ja, ik ben 19 jaartjes jong. Ik zit op het IMEA O6. En ja, ik was de gemeentehandelingen ministeries. Ja. Jawel. En je bent winnares van? Voices of Gospel Suriname. Wauw, dus je bent een goede gospelzangeres. Ja, toch wel. Ik doe mijn best. Ja, toch? En nu gaat deze foundation, dus SS Music Art Foundation, je de gelegenheid geven om niet alleen je talenten hier in Suriname te laten zien, maar ook internationaal. Ja. Wat vind je daarvan? Voor mij, ik vind het gewoon briljant. Ja. Mooi. Goed. 24 november, best of the best audition show in Talia. Ja. Het wordt wat? Ja, het is de tweede editie eigenlijk. De bedoeling van deze show is dat alle winnaars van alle festivals, talentenjachten, scholierenzongfestivals, in elk geval evenementen voor scholieren van voortgezet onderwijs, dat die komen competen. Ja. Want de twee winnaars die worden afgevaardigd naar Guadeloupe en Frans-Guyana. Zo. Voor de internationale scholierenzongfestivals daar. Mm-hmm. En ik zei het eerder al, dat ding begint te lopen. We zijn al 50% onderweg. Om in het eerste kwartaal volgend jaar het eerste internationale scholierenzongfestival in Suriname te houden. Er worden op 24 november 5 prijswinnaars gekozen. Mm-hmm. En die 5 worden de Surinaamse vertegenwoordigers op ons eigen internationaal festival. Te gek, te gek, te gek. En de afdeling cultuur van het ministerie van Onderwijs is ook aan boord een beetje? Die zijn ook aan boord, want zij hebben eigenlijk ons geautoriseerd om de internationale festivals te mogen doen in het buitenland. Mm-hmm. In het verleden heb ik voor cultuur gewerkt, maar sinds een jaar of 6 al doen wij dit als zelfstandige stichting. Okay. Dus cultuur is zeker in beeld, het ministerie van Onderwijs moet ook in beeld zijn, want we zijn met scholieren bezig. Ja. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook een partner van ons geworden intussen, want we moeten visa aanvragen en al dat soort zaken. Dus wat wij proberen te doen als stichting is zoveel mogelijk partners zoeken om het resultaat te halen en het niveau te halen waar wij naartoe willen. Ja, ja, ja.
En Sunswilla, dus jij houdt van zingen? Jawel. Vanaf wanneer weet je dat je echt een hele goede zangeres bent? Vanaf mijn 8e. 8e. Begon ik gewoon in de kerk te zingen. En daarna, toen ik 12 werd, toen zag ik dat ik echt kon zingen. No. Ja, dus dat. Hoge tonen, net als Whitney Houston. Soms. Maar je houdt van zingen en jij hebt ervoor gekozen om gospelliederen te zingen. Jawel. Dus niet gewoon contemporary. Nee. Meer gospel. Je houdt van God. Jawel. Hij houdt ook van jou. En hoe vind je dat je kan deelnemen hieraan? Hoe ik het vind? Wauw. In het begin was ik wel zenuwachtig. Ik was bang, om eerlijk te zijn, ik was bang. Maar het is gewoon een uitdaging voor mij. En ik doe het gewoon voor de Heere God. Wauw, dat is mooi. En nog voor mijn familie en mijn kennissen. Ja, want die twee andere tweelingbroers van je, die zeggen, ja, maar is onze partner. Huh? Jawel, ja. Ze ondersteunen je helemaal. Ja. Mooi. En de foundation die timmert al een tijdje aan de weg. Ja, klopt. Je zegt nu 6 jaar. Veel studenten begeleid of veel artiesten begeleid. Ja, we hebben heel veel mensen mogen begeleiden. Het was echt een eer. Mm-hmm. We hebben steeds goede resultaten gehad ook in het buitenland. Want los van de scholieren hebben wij ook het Caribbean Gospel Festival. Mm-hmm, waar wij de afvaardiging van doen. Maar met de scholieren bijvoorbeeld. Is er één persoon die ik eigenlijk eruit zou willen lichten om aan te geven, dit is waar de stichting voor staat. Ja. We willen jong talent helpen ontdekken, scholen en op podia plaatsen, het liefst internationale podia, zodat ze zichtbaar worden en dat ze hun ding kunnen gaan doen internationaal. Jamelda Dielingen is ook een van de pupillen van de stichting. Mm-hmm. En ik moet eigenlijk zeggen geweest, want ze heeft nu haar eigen management, ze werkt met een producer. Ze heeft 4 miljoen plus views op YouTube. Ze gaat gewoon als een trein. Het gaat heel goed. En dat is wat wij als stichting willen doen. Dus het doet je goed om te weten dat jij aan de basis hebt gezeten. Absoluut, absoluut. Ja, want straks hebben we mevrouw Bredaar, zo je weet, hè. Gaat ze straks in Amerika optreden. CZ Winans en dat soort, toch? Dream big. Dream big. En ga je dromen achterna, is wat ik ze ook altijd zeg. Dus wie weet wat er met ons wel straks gebeurt. Oké, dus 24 november zijn we in Thalia. Wat staat er dan te gebeuren? Hoe ziet 24 november gaan wij hebben op het podium Delani Homo, Suswella Bree, Stefano Seval, Javello Apitje, Raisa Edwards, Pritwi Muna, Uitenie Sproeger, Jeneba Akimboto, Van Verus Lugaard en Shakira Harderwijk. Deze 10 mensen gaan competen. De show begint om 6 uur precies. Mm-hmm. Om 5 uur is de inloop. Een kaartje kost 30 SRD. Kaartjes kun je krijgen bij DNF Haarchirurgie, Onstage Performing Arts, Sun Ice aan de Wilhelminastraat en Theater Thalia. En er is ook een special act. Mm. Ja, daar ga ik nog niet veel over zeggen. Ja. Er is ook een special act. Maar deze mensen gaan allemaal competen en we willen heel graag dat heel Suriname deze mensen komt aanvuren, komt ondersteunen, komt poweren. Er zullen een beetje zenuwen zijn, maar als ze hun fanclub mee hebben, dan gaan die zenuwen weg. Ja. Dus ik wil gewoon dat heel Suriname getuige is van het talent dat we hebben. En dat we kunnen investeren in dit talent om ze nog verder te brengen. Oké, maar deze 10 mensen zijn allemaal winnaars en winnaressen? Allemaal winnaars van verschillende festivals. We hebben van het Maranatha Scholieren Songfestival, Youth Voice. We hebben van de Weekend Talent Show, de hoogst geëindigde zingende scholier. Okay. Dus overal waar er iets is geweest, hebben wij de winnaars. We hebben nog afgelopen weekend de winnares gehad van het Songfestival in Marowijn. Mm. Dus Marowijn is vertegenwoordigd, Nikeri, Kommerwijnen. We hebben echt alles waar wij van weten. We hebben ook een oproep gedaan op onze Facebookpage, die mensen trouwens mogen volgen hoor. Oh. Ja, Stichting SS Music Art Foundation. Mm-hmm. Want alle deelnemers, die geven ook een voorproefje van zichzelf. Zo. En die stellen zichzelf voor op de page. Mm-hmm. Ook Thalia, de page kunnen ze volgen. Want ook die hebben de deelnemers daar op hun page. Zo. Dus we proberen om echt iedereen waarvan we weten,
iedereen waar men ons heeft gezegd van hey, wij hadden ook een festival om die mensen erbij te betrekken. Zodat we het echt proberen te spreiden om het een landelijke afvaardiging te maken. En daarom ook de best of the best. Want yes. Ze zijn al goed. Nee, ze zijn al de beste waar ze hebben meegedaan. En uit die beste gaan we die best halen. Mooi man. En denk je dat je kans maakt om te winnen? wat denk je? De Heer bepaalt. Ik leg alles voor de Heer God. Ja. Hij bepaalt. Zijn wil moet gebeuren. En ja, ik hoop het. Hij heeft gezegd, bid en werk. Bid en werk. Jij zelf, hè? Oh? Ja, ik ga ervoor. Ja. Zeker. Je bent ervoor. Nu al flink in de oefening, neem ik aan. En de begeleiding, no? Is ze streng? Nee, nog niet bij mij. Niet bij jou? Nee. Dat is een van de prijzen, zeg maar, die de mensen kunnen winnen. Okay. Los van een single die ze mogen opnemen bij meneer Roberto Banel. Gaan zij dus als voorbereiding op het festival waar ze naartoe gaan, krijgen zij gedurende de 6 maanden in aanloop naar de afvaardiging, krijgen zij dus gratis lessen binnen de stichting. En dan zijn het niet alleen vocal coaching lessen, maar we hebben ook theaterdocenten die lesgeven. We hebben bewegingsleerdocenten, dansdocenten. Omdat in het buitenland verwacht wordt dat je een hele show geeft. Stage performance. En dat gaat ook een beetje hier al te zien zijn op 24 november. Ja, dus je wil niet dat iemand daar als een paal gaat staan, nee. Nee, want dat is het hem niet in het buitenland. Ja. Een mooie stem moet je sowieso hebben. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen om die mooie stem, maar om hoe is je hele performance. Ja. Hoe is je hele stage act. Absoluut. Want het doet ons goed hoor, wanneer we horen. En now, Sunswella Brain from Suriname. Dan zeggen we, yeah. Want dan zet je Suriname ook een beetje op de kaart, hè? Jawel. Toch? Ja. Goed. Die show gaat er zijn. De prijzen zijn bekend. Dus ze winnen. Ze kunnen een single maken. Yes. En is dat geregeld? Gaan ze eraan verdienen? Want dat was altijd een probleem, hè? Hoe verdienen Surinaamse artiesten aan hun? Met de organisaties die we nu hebben, die zijn opgericht. Als je je aanmeldt daar, kan je altijd verdienen. Mits je genoeg streams hebt, mits je genoeg followers hebt, mm-hmm. mits er genoeg gekeken wordt. Yeah. Dus je moet ook leren om die marketing van jezelf te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Het is niet alleen dat lied zingen en droppen. Yeah. En dan, oké, het gaat zichzelf wel verder vermenigvuldigen. Jezelf verkopen. Jezelf verkopen en zeker optredens blijven doen, zodat je zichtbaar blijft. En zo verdien je wat zijn. En zo kan er wat binnenkomen, maar die registratie als artiest is belangrijk. Mm-hmm. Ben je van plan om professionele artiest te worden? Dat kan wel. Ja, toch? Ja, kan. Echt een gospelartiest. Zo. En dat zo kan je mensen, je kan lekker evangeliseren. Hè? Jawel, mensen jawel. Tot bekering brengen. Is mooi. Ja, met zang. En dat kan. Doe je waarvan je houdt, zingen en je kan mensen redden. Jawel. Mooi, hè? Mooi. Gaat ze nu ook een paar mensen raken? Gaat ze een paar mensen direct warm beginnen te maken? Oké. Als we backing vocals gaan. Oké, we luisteren nu naar Sunswella Bree. Lord, we declare your majesty in this place. Lord, we God is in ons midden. Amen. Geweldig. En niemand mag het dus missen. Zondag 24 november in Theater Thalia. 5 uur inloop, 6 uur begint de show. The best of the best audition show. Een kaartje kost 30 SRD. Bij Sunice Wilhelmina Straat, Onstage Performing Arts, DNF Haarchirurgie en Theater Thalia. En je neemt de hele familie mee. Het wordt een gezellige Sunday Bacana. Zeker. In Thalia. Yes. Nou, Helianta, Sunswella, heel veel succes. Dank we blijven het volgen. Ik denk dat het gewoon een geweldig ding is. En je bent vorig jaar begonnen
Ik weet nog dat ik er ook bij was. Je riep het bedrijfsleven op. Ja. Mensen moesten nog gaan geloven erin. Ik denk dat je volgend jaar een paar sponsors gaat moeten... Nee. We kunnen ze altijd gebruiken voor ons internationaal festival in Suriname. Ja, hè? Helemaal. De sponsoren, bedrijfsleven. Het is een heel goed ding. Surinaamse artiesten die altijd... Dus ze zijn al de beste, maar... Ze zouden gewoon hier blijven. En eigenlijk hoor je dan niets meer van ze. En het zijn jonge talenten, scholieren, die we willen stimuleren op deze manier. We zijn blij met dit initiatief. Ik zou zeggen, ga ervoor. Thank you. Geef niet op. Ik weet dat je bent een go-getter. Dus jij gaat niet op. Maar heel veel succes. Thank you. En ik feliciteer je alvast. Dank je wel. Oké, maar daar kom ik niet gekraakt hoor. Dus, ja, maar ik had met Sunsula gesproken. Dus. Ja. Heel veel succes. Dank je wel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van het eerste deel van In Gesprek Met. Waar ik dus heb gesproken met Hiljante Redan en Sunsuela Bree. Over de Best of Best Audition Show. Die op 24 november in Thalia gehouden zal worden. En u weet, Thalia is nu bijna state of the art. Hè? Een prachtig podium, goede akoestiek. Alles is helemaal licht is op te doen. Kleedkamer. Ik kijk hoe we hier. Nee, maar goede dingen vind ik moet je promoten. En als het goed gaat met Thalia, dan gaat het goed met ons. We zijn blij. Maar we wensen jullie heel veel succes en we zijn er ook bij. Dankjewel. U gaat niet weg. Straks ben ik met de heren van Thalia weer bij u.